Jij gaat meedoen aan de Gay Parade, dus dat moet geoefend worden. Ik heb eventjes een muziekje. Kijk, ik heb speciaal voor deze oefening de beste uit de Homo Top 100. Dus dat moet jou aanstaan. Nou, dit is aardig toch? We hebben alvast het outfit voor je geregeld. Zo. Okay. Kijk eens even. Zo. Ah, nee hè. En jij dan? Ja, ik ga jou helpen. Ik ga jou... Jij bent toch wel een beetje... Maar ik ben toch geen gay? Zo zie je er wel uit. Het was mijn idee samen met COC om een 16-minboot op te zetten. Omdat er voor jongeren onder de 16 eigenlijk gewoon helemaal niks is. En we mogen niet op site, we kunnen nergens mensen ontmoeten. Dus daar moet verandering in komen. En hoe lang geleden kwam jij uit die kast? Ik kwam niet uit die kast. Maar ik kwam ongeveer anderhalf à twee jaar geleden kwam ik uit de kast. En toen was je 11? 12. Hoe kom je erbij dat je op zo'n jonge leeftijd dat al weet? Hoe gaat dat? Wat gebeurt er dan met je? Ja, je gaat op een gegeven moment meer kijken naar jongens dan naar meiden. Dus dan is het logisch. Ik zo gaan we totaal niet boten, want wij gaan gewoon laten zien dat we normale jongens zijn. Oh, dus... en niet met een mutsje en een... Nee, ik dacht dat echt homo was. Nee, niet. Ja, ik heb het toch niet voor niks gekocht. Dat is helemaal geen gay, jongen. Is dit niet gay? Nee. Dat vind ik wel, ik vind dit wel gay. Ja, en dan ben je ouders en dan komt je kind toch ineens op 12-jarige leeftijd met een raar praatje thuis. Nou, hij heeft het iets anders gedaan. Hij heeft een briefje op ons kussen neergelegd. En zodat we er waarschijnlijk gewoon een nachtje over konden slapen. Dus de volgende ochtend hebben we hem uit bed gehaald. Want ja, we zaten er zelf toch ook een beetje mee. Niet het feit dat hij homofiel is, maar gewoon het feit dus dat hij... en zo jong is en ja, je ziet toch problemen, hè? Een sportclub, een school, mensen die gaan naroepen, allerlei vervelende dingen. En dat zie je dan op dat moment voor je. Maar ik denk dat hij zo berenver sterk in zijn vel staat en brede schouders heeft, dat hij het allemaal wel op kan lossen. Nou, dan is dit eventjes de boot voor de Gay Parade van de zomer. Ja. Pas op. Een hele soepele homo ben ik op het moment. Nou, vertel het maar dan, wat gebeurt er dan op de Gay Parade in de boot? Als je er zo leuk bij staat op dit moment. Je gaat er doorheen en ja? Alle mensen kijken. Hey, wij willen feest. Wij willen feest. Voor wij, ons, voor de jongeren. Wij zijn jonge homo's. Ja. Wij zijn jonge. Ja? En normaal. Puntje bij paaltje zijn er natuurlijk ook altijd weer mensen die blote kinderlichaampjes in een boot tijdens de Gay Parade niet door de beugel vinden kunnen. Zoals deze Siep de Haan, die de Gay Parade jarenlang organiseerde. Maar wij zijn eigenlijk geen voorstander van zo jonge kinderen op dit soort boten. Het is toch een volwassen evenement. Ondeugend vaak, erotiek speelt een belangrijke rol daar. Ik zou het zeer afraden. Nou, daar ben ik absoluut niet mee eens. Kijk, ten eerste bij de Gay Parade zijn wij bij en er zijn ook anderen bij. Maar ik heb het liefst dat je op een boot zit en dat je alleen de boot voor hem en achter hem ziet en dat je op de brug staat en alles ziet.